En er zijn ook hele theorieën over in hoeverre je nou Poetin kunt laten zitten. In hoeverre je niet toch moet streven naar een beslissende overwinning. Er was ook iemand die had, weet ik hoeveel statistieken nagelopen van wijze waarop oorlogen waren afgelopen. En zei, ja, als je niet radicaal wint, radicaal afrekent met je tegenstander, à la Nazi-Duitsland, niet waar, en Hitler zelf moet, zal ik nou maar even zeggen, dan loop je altijd het risico dat ze na 5 jaar denken, nou ja, we herstellen de boel. Het verlossen, kunt u mij horen? Wat hier plaats is voor mij vrijgehouden. Dus, oh, dat is fijn. Okay. Nee, het is niet zo dat ik nu zo'n stel en sprong naar Culemborg moet om het gras op de proef te stellen. Of de stoelen droog te vegen. Ja, ik wens ze alle sterkte. Hey, de vorige aflevering heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Ging over de slavernij-excuses en jouw uitgesproken mening daarover. Eigenlijk niet nieuw, want de vaste luisteraar weet dat we een half jaar geleden het daar ook al over gehad hebben. Maar goed, het was nu wel actueel door de excuses van de koning. Vandaag hebben we het over de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. De Wagner-baas Prigozhin heeft van zich laten horen na ruim een week radiostilte. Op Telegram heeft hij een berichtje gestuurd, een audiobericht, waarin hij eigenlijk vertelt van we hebben de doelen behaald van onze opmars. Er is geen beeld van hem verschenen. De locatie is ook niet bekend. Dus nog steeds onduidelijk of hij nou in Belarus zit. Hoe kijk je naar al die ontwikkelingen en ook naar de positie van Poetin? Ja, dat was op... Staat hij al aan? Ja, hij staat nu aan. Hij staat nu aan. Ik zal dit ook aanzetten. Dat was natuurlijk een hele interessante exercitie, Poetin, deze week. Na de opwindende gebeurtenissen van de week daarvoor. Omdat het duidelijk was dat de deskundigen het niet met elkaar eens waren. Er was een brede groep van deskundigen die zei, nee, Poetin is echt blijvend gedestabiliseerd. Dat een beetje te vergelijken met wat je wel ziet naar grote aardbevingen. Er zijn een aantal huizen of gebouwen is ingestort. Er staan er nog een paar overeind. Die storten dan plotseling 3 weken later spontaan in. Die zijn dus gedestabiliseerd geraakt. Dat was, laten we zeggen, visie 1. Hij is aangeslagen. Hij heeft toch een deuk in zijn hoofd. Het is een aflopende zaak. De stabiliteit is eruit. De elites zijn ontevreden over hem. Nou ja, een heel spectrum van situaties die eventueel op afzienbare termijn een eind zouden kunnen maken aan de machtsuitoefening van Poetin. En dan was er een tweede stroming die zei, nou ja, is dat wel zo? Dat is eigenlijk nou niet de indruk die gemaakt wordt. Laten we wel wezen, de bevolking is al lang en breed afgebluft door het Poetin-regime met politiestaatachtige maatregelen. Dus daar hoef je niets van te verwachten. Een enigszins redelijk alternatief is niet voorhanden. Dus hij maakt de indruk dat hij weer stevig in het zadel zit. Had ik ook een hele soort van kermis georganiseerd met allerlei, met van die petten op. En hij kwam van een soort operettetrap af. Het was, het was allemaal keurig gearrangeerd voor de tv. Daar was de grote man. En ik moet je zeggen, ik kan niet beoordelen of groep A of groep B eigenlijk gelijk had. Ik zou zeggen, laten we eerst eens rustig afwachten. Ik neig meer naar de groep B, dat wil zeggen, valt nogal mee met de wijze waarop hij is aangeslagen door de gebeurtenissen. Maar ja, zekerheid hebben we niet. Dat is duidelijk. Het is bepaald geen transparant regime, om het maar even zo te zeggen. Ja, hij zal ooit gewipt moeten worden, neem ik aan, toch door, laten we zeggen, groepen binnen de Russische elite. Het is nu ook wel duidelijk dat een aantal hoge militairen er wel iets van afwist. Wellicht ook wel deels mee sympathiseerde, dat kun je allemaal wel voorstellen. Nou, daar werd nu dan zo mee afgerekend gaan worden. Moet ook even afwachten wat dat precies gaat opleveren. Maar ik geloof dat er sommigen al een tijdje niet meer gezien waren. Je weet dat is, zodra wordt gezegd, ja, Hoekstra een tijd niet meer gezien. Dat betekent dat hij opgesloten is door Rutte, zal ik nou maar even zeggen. Dat is een hele wonderlijke zaak. We hebben hem een tijd niet meer gezien. Oh jeetje,
Dat is de ouderwetse kremlinologie, zoals dat heet. De ene hebben ze toch eruit geflikkerd. Die ene die is toch weggezet, omdat hij er vanaf is. Ja, zeker. Dat is die, die man die ook in Syrië allerlei verschrikkelijke dingen had gedaan. Ja, een beetje dikke, kale man. Ja. Hè? Ook in zo'n keurig jasje. Hoe houden die lui hun kleding toch zo netjes? Dat begrijp ik nooit. Maar goed, waarschijnlijk besteden ze daar een hoop aandacht aan. Of hebben ze veel personeel, weet ik veel. Dus ja, het is mij niets. Ik kan niet met zekerheid zeggen, oh, Poetin is aangeslagen. Of nou, dat valt nogal mee, eerlijk gezegd. We moeten het afwachten. Wie kan die nog vertrouwen? Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat een dergelijke figuur in feite niemand vertrouwt. Maar ook werkelijk niemand. En dat hij dat regime natuurlijk zo georganiseerd heeft dat er alle mogelijke groepen zijn die in principe tegengestelde belangen hebben en die in principe dus ook tegen elkaar uit kan spelen. He? Want hun positie is volledig afhankelijk van de relatie die ze met hem hebben. Dus je heeft meerdere van die groepen tegelijkertijd in de running. He? Maar nee, het is een vreselijk beroep. Het is natuurlijk ook verleidelijk dat je altijd alles overal over te zeggen hebt. Niet waar, maar leuk is anders. Het is afschuwelijk. Ik heb nog eens een stuk gelezen over zo'n mannetjesbaviaan die dan na lange, vele vechtpartijen de suprematie in de bavianenhorde veroverd. Maar die worden relatief niet oud. Want je moet steeds in topconditie blijven om de aanvallen van andere jonge mannetjesbavianen van het lijf te houden. En het is natuurlijk een zenuwslopend bedrijf. Hè? Ik bedoel, zelfs als je s'nachts wakker wordt van rare geluiden, dat je denkt, oh, wacht even, is dit de dienstbode met een mes? Of hoe zit het precies in elkaar, bij wijze van spreken? Nee, het is niet iets om jaloers op te zijn, lijkt mij. En die belangen kunnen ook verschuiven natuurlijk in de loop van de tijd. Die belangen kunnen verschuiven en dat is wat die verschillende onderdelen, want je hebt dus een militaire elite, nou evident, ook daarbinnen zijn weer verschillende groepen met verschillende belangen. He, er zijn erbij die hem hondstrouw zijn. Dat is de minister die Shoigu van Defensie. Die zat ook weer heel dichtbij hem bij de grote tafels. Dat is ook wel een heel leuk investeringsobject. He, dat hij kennelijk een fabriek heeft waar ze zonder uitzondering reusachtige tafels maken. Echt reusachtige tafels. Zelfs, er zat een plaatje bij dat hij met die Lukashenko, die andere boef, zat hij te lunchen of zoiets dergelijks en dat. Ik dacht dat waarschijnlijk hebben ze hier geluidsversterking nodig om elkaar te horen. Wat een wonderlijke gewoontes. Wat ben je blij dat je. En wat een stomme landen natuurlijk, omdat het qua toekomstinvestering is het allemaal even stomzinnig. Ze beschadigen voornamelijk zichzelf natuurlijk op de langere termijn. Dus nee, ik was niet over. Ja, daar was duidelijk discussie over de vraag. Hoe staat het met Poetin? En we weten het niet precies. Wat vond je van die foto's met die omhelzingen? Dus dat ook geanceneerd was? Dat het publiek inging met dat meisje? Ja, met dat gekus en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal geanceneerd. Kijk, in Rusland is alles geanceneerd. Het hele idee dat er wel eens iets spontaans gebeurt, dat wil zeggen, wanneer de camera's bij zijn, dat kun je rustig vergeten. Maar dat is ook deels in het. Foto-ops zijn bij ons toch ook de normaalste zaak van de wereld. Maar beseffen de Russen dat ook? Of denken die van, wat leuk, kijk hoe leuk het is. De Russen weten precies hoe het in elkaar zit. Ja? Ja, natuurlijk. Maar het offer om er iets tegen te doen is veel te groot. Je wordt opgepakt en je wordt in een kamp gezet. En zoals gezegd, natuurlijk de Russische bevolking is platgeslagen door een gruwelijk politieregime wat Poetin georganiseerd heeft. En wat tegelijkertijd natuurlijk ook zijn grote gebrek en tekort is. Alleen in zo'n achterlijk regime als het zijne, waar hij de almacht heeft, nogmaals weer gebaseerd op een complex verdeel- en heersysteem, begin je aan zo'n achterlijke oorlog. En bovendien natuurlijk, wie wil er nou bij Rusland horen? Niemand. Niemand wil bij Rusland horen. Het is een afschuwelijk land. Het heeft ook maar een hele beperkte economische toekomst, naar mijn idee. Het is niet innovatief. Zodra je iets hebt waar je geld aan kunt verdienen, wordt het je afgepakt door die kleptocratie die daar aan de macht is. Nee, het is een heel ongelukkig model, anders kun je het niet noemen. En je hebt daar natuurlijk ook weer gradaties in. Je hebt natuurlijk ook het type boef Orbán. Daar kun je een heel leuk praatje kun je daarmee maken.
Maar het is natuurlijk ook een boef. Het is ook een kleptocratie. Die heeft ook een groep van personen aan de macht geholpen. Niet waar, die het land in allerlei ingenieuze wijze bestelen. Mm. En bovendien ook de EU bestelen. Want allerlei subsidies steken ze natuurlijk in eigen zak. Ja. Maar Prigozhin heeft wel even laten zien dat het tijdperk Poetin eindig is. Ja, kijk, het tijdperk Poetin is sowieso eindig. Hij is 69. Dus het is eindig. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt hij net zo oud als ik. Nou, dan kunnen we nog zitten, in ieder geval nog 10 jaar met hem. Laten we wel wezen. Xi Jinping werd geloof ik net dit jaar 70. Ook dat is natuurlijk een zaak met uitzicht op het einde. Je hebt altijd uitzicht op het einde. En het einde kan natuurlijk ook lang duren. Nou ja, denk aan het gruwelijke einde van Stalin. Dat zal die geweest zijn begin 70, schat ik. Waarvoor ze zo ontzettend bang waren dat hij 3 dagen heeft alleen dood liggen gegaan op zijn eigen sofa. Dus ja, dat zegt mij niet zoveel. Dus dat hele idee, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, dat hij van de trap zal vallen. Dat hij een verkeerd kroketje gaat eten, waardoor hij vergiftigd wordt. Dat zie ik allemaal niet zo verschrikkelijk veel in. Mm. Daarvoor wordt hij te goed bewaakt. Hij, natuurlijk, die man die leeft van achterdocht. Ja. Dat hij zover is gekomen is al een signaal natuurlijk dat hij last heeft van paranoia. Want anders neem je wel eens ergens een verkeerde afslag natuurlijk. Denk je dat hij een dubbelganger heeft? Dat las ik ook ergens. Een dubbelganger? Nee. Zo lullig als hij eruit ziet, dat is onmogelijk. Hey, en Prigozhin, daar hebben we niks meer van gehoord. Nee, nou ja, behalve dat we een luchtfoto zagen van een locatie in Wit-Rusland. Waar op in hoog tempo een iets groots werd gebouwd waar dan de Wagner-groep zich zou worden ondergebracht. En we weten natuurlijk ook helemaal niet hoe het met al die Wagner aanwezigheid gaat in Afrika bijvoorbeeld. En in andere landen, andere plekken waar ze illegale dingen deden. Dat weten we niet. In Mali is de United Nations gevraagd op te krassen. Ja, jongen. Hoe is het toch mogelijk dat de helft, wat zeg ik, 3/4 van de landen door halve garen dieven en moordenaars bestuurd worden? Dat is toch iets verschrikkelijks eigenlijk. Dat is natuurlijk mijn naïviteit, dat begrijp ik ook wel. Ja. Dat je denkt, waar is dit nou goed voor om zo'n afschuwelijke oplichtersbende te organiseren? Hè? Wat heb je bovendien aan al die poen? Ook niks. Iedereen weet dat als je 4 keer modaal verdient, dat is ruim voldoende. Ja, daarna willen mensen altijd nog weer meer, want dan ze willen een tweede huis en een derde auto en ik weet wat ze niet allemaal willen. Maar dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Maar goed, dit is moralistische, semi-christelijke praatjes die ik hier zit te verkopen. Maar het is, dit stemt je toch triest. Dat landen zo ongelooflijk belazerd bestuurd worden. En dan zijn we weer terug bij de oorlog. Want de oorlog gaat natuurlijk, laten we eerlijk zijn, niet bijster goed. Dat is wel duidelijk. Ook niet voor Oekraïne, hè? Nee, het gaat voor de Oekraïne niet bijster goed. En wat je daarvoor precies kon, want dat was natuurlijk ook meteen het idee, kan de Oekraïne geen gebruik maken van de destabilisering van Poetin en zijn club? Nou, daar is tot op heden in ieder geval niets van gebleken. Wat gebleken is, is toch dat die de Russen in de tussentijd goed gebruikt hebben om ijzersterke defensieve posities te bouwen. En bovendien dat natuurlijk in dat opzicht de oorlog van een totaal andere aard is dan bij het begin van die oorlog. Kijk, in het begin van die oorlog deden de Russen het ongelooflijk slecht, omdat ze een verkeerd verwachtingspatroon hadden. Opereerden de Oekraïners in kleine, efficiënte, snel bewegende groepen die vooral onafhankelijk konden opereren. En nu is het natuurlijk veel meer een regulier soort van oorlog, waarbij over een heel lang front, want het is honderden kilometers, niet waar defensieve posities aangepakt moeten worden. En nou ja, nogmaals, ik ben geen militair deskundige, maar ik heb niet de indruk dat dat erg vlot gaat. Nee, lang en bloederig, dat zijn de dingen die je weet. Het hele idee ook dat we op een of andere magische manier met het zwaaien van het toverstokje de Russen gewoon vanuit heel de Oekraïne zouden kunnen wegwapperen, dat lijkt me ook een volstrekte illusie. Dus dan begin je toch te denken aan praten. Er wordt natuurlijk gepraat, er wordt altijd achter de schermen gepraat. Er zijn altijd backchannel contacten.
Daar kun je zeker van zijn. Maar wat dat op gaat leveren, dat is me niet duidelijk. Nou, misschien moet je de vraag anders stellen. Van wat moet er gebeuren om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen? Nou, Poetin kijkt wel uit. Ik zou zeggen, als ik Poetin was, zou ik zeggen, kijk, laten we eens kijken niet waar, hoe efficiënt onze defensies zijn. Desnoods verliezen we her en der een dorp in de Oekraïne ook niet erg. We hebben meestal, als je een goede defensie is, natuurlijk niet in, die is in etappes georganiseerd. Het is niet zo dat je één defensieve lijn hebt en als die doorbroken wordt, oei, dan is het klaar. Nee, dan heb je er eens een tweede of een derde. Dat kunstje is betrekkelijk simpel. Als je maar genoeg mensen hebt om dat te organiseren, dan moet dat kunnen. Hoeveel hebben de Russen dan nu? Is dat bekend? Hoeveel van die defensielinies zijn? Geen idee. Maar het zijn allemaal hele gedetailleerde foto's. Want die kun je ook, begreep ik, gewoon, die zijn gewoon openbaar. Er zijn allerlei firma's die blijkbaar over die satellietgegevens kunnen beschikken. Misschien zijn die wel van die Musk-satellieten, dat weet ik niet precies. Dus ja, ik zou zeggen, als ik Poetin was, zou ik zeggen, eens kijken hoe het in Amerika gaat. We spreken 2023, we hebben verkiezingen per volgend jaar in november 2024. Ik moet zeggen dat ik de kans dat Trump wint, die schat ik toch op 30%. Dan zul je misschien zeggen, als er veel mensen die nooit in percentages denken, nou 30%, dan zal Biden wel winnen. Nee, toen in 2016 was ook het winpercentage voor Trump helemaal niet zo vreselijk hoog. Maar het is wel 30% is al heel veel. Hè? Als ik tegen jou zou zeggen, ik weet absoluut zeker dat je straks op weg naar huis met je autootje tegen een boom rijdt. Dat je daarbij u tegen zegt, dan zou je toch denken, dan ga ik een andere route nemen waar geen bomen zijn. Hè? Dat risico ga je niet nemen. Je denkt niet, nou ja, 30%, kom op. Ik heb 70% kans dat ik ongebroken thuis kom, dus dan gaan we gewoon. Nee, dat doe je niet. Nee. Kijk, de percentage moet echt goed laag zijn om te zeggen, oké, geen probleem. Ik hoef me er niet druk over te maken. Hè? Dus als je aan je hart wordt geopereerd, dan zeggen ze dat je 3% kans hebt om dood te gaan. Ze hebben lange statistieken, dus ze weten precies hoe het zit. En 3% kans om dood te gaan, daar kun je wel mee leven. Hè? Om het eens even een hele leuke woordspeling van te maken. Nee, dus als ik Poetin was, zou ik wachten. De grote slachtingen zijn geweest, denk ik. Dat zullen ze denk ik niet nog eens een keertje doen. Ik weet niet hoe het met volgende mobilisatiegolven zit. Dat zal hij denk ik trachten te vermijden op enige wijze. Wordt bovendien vooral gemobiliseerd in allerlei verre afgelegen gebieden waar de mensen helemaal niks te vertellen hebben. Ik begreep dat de kans dat je in Moskou woonde en gesneuveld was aan het front was 1 op 300.000 of zo. En mensen die uit minderheden, de republiekjes komen met minderheden, dat was de kans 1 op de 3000. Dus dat zijn significante verschillen. Dus nee, als ik Poetin zou zeggen, laten we eens even rustig afwachten. Hij moet natuurlijk ook een beetje orde in eigen huis reorganiseren. En dan hadden we, goed, daar zijn we mee begonnen. Nee, ik zou zeggen afwachten. Maar heeft hij nu wat hij wil? Geduld oefenen. Hij heeft natuurlijk een aanzienlijk deel in handen, maar hij begon natuurlijk de oorlog met de opmars richting Kiev. Dat is niet dat gelukt. Heeft hij al lang, dat is hij kwijt. Dus wat hij nu wil is natuurlijk een zo gunstig mogelijke positie voor het geval dat. De kans dat hij de hele Oekraïne weer kan incorporeren in het imperiale Rusland, die is verkeken. Sterker nog. Die heeft hij op een zo grondige wijze verkeken dat alles schijn heeft natuurlijk dat de Oekraïne toch op enige wijze onderdeel zal gaan vormen van de westerse bondgenootschappen. Zowel de EU als de NATO. Misschien niet letterlijk juridisch, maar de facto zal het daar toch wel op gaan lijken. Hij kan het nog een keer proberen, hè? Om nog een keer richting Kiev op te rukken. Dat is het hele probleem met Rusland en met Poetin. Je maakt een soort afspraak, een soort wapenstilstandsluitje. Maar Noord- en Zuid-Korea. Op allerlei plekken werd daar geschreven, ja, wat we daar moeten hebben is zoiets als Noord- en Zuid-Korea. Het is geen vrede, de oorlog gaat door, maar daar is een wapenstilstand. En als ze er lang genoeg allemaal aan gewend zijn, dan houden we ook op met al te veel te vechten. Je zou kunnen zeggen, à la de Koude Oorlog. Hè?
Want uiteindelijk hadden we zoveel akkoorden met de Sovjet-Unie gesloten dat het eigenlijk, nou ja, het was niet meer een bedreigende situatie. De kans dat plotseling een nucleaire oorlog zou uitbarsten, die was eigenlijk, nou niet nul, want dat is wel heel erg weinig, maar 0,001 of zo, bijvoorbeeld. Maar nee, hoe waren we op dit punt gekomen? Ja, op het punt wat Poetin nu te doen staat. En ja, hoe hij denkt daar een puntje aan te zuigen, weet ik niet. Kijk, het wonderlijk is natuurlijk dat de beide tegenstanders allebei vinden dat zij volledig moeten winnen. En er zijn ook hele theorieën over in hoeverre je nou Poetin kunt laten zitten. In hoeverre je niet toch moet streven naar een beslissende overwinning. Er was ook iemand die had, weet ik hoeveel statistieken nagelopen van wijze waarop oorlogen waren afgelopen. En zei ja, als je niet radicaal wint, radicaal afrekent met je tegenstander, à la Nazi-Duitsland, niet waar, en Hitler zelfmoord zal ik nou maar even zeggen, dan loop je altijd het risico dat ze na 5 jaar denken, nou ja, we herstellen de boel, we repareren de zaken, kopen wat nieuwe tanks of we maken wat nieuwe tanks. En zo moeilijk is het dan niet om een tank te maken. En dan beginnen we gewoon weer overnieuw. Op een onverwacht momentje. Hè? Eerste kerstdag of zo. Nou ja, allemaal lollige dingen kun je daarvoor bedenken. Dat is het hele probleem met Rusland natuurlijk. Dus dat we, als je al... Ten eerste kun je redeneren. Het is niet... Het gevaar is niet blijvend ongedaan te maken zonder dat we ze werkelijk verslaan. En Poetin verdwijnt, of misschien al verdwenen is, maar goed, dat Rusland daadwerkelijk duidelijk zichtbaar verpletterend verslagen is. Of je moet zeggen, nou, dat zal niet gebeuren, dat is te moeilijk, dat is een te grote opgave. Daar begint het wel een klein beetje naar uit te zien natuurlijk, dus dan moet je gaan praten. En dan is de vraag, op welke basis ga je praten? En dan moeten we natuurlijk, ja, wil de Oekraïne praten, dat voel je aan je water. Die zullen een schep garanties willen hebben waar je u tegen zegt. Omdat die natuurlijk, net als wij hier zittend in een gezellig tikkelend autootje, de regendruppels, dames en heren, die zullen natuurlijk ook zeggen, we moeten het wel heel erg zeker weten dat we de zaak op kunnen vangen als het toch weer misgaat. Maar radicaal... Kijk, ik zou zeggen... Is Poetin ooit te vertrouwen? Nee, nooit. Absoluut niet, dat denk ik niet. Nee. Daarvoor is hij te veel de FSB-agent. En heb ik niet al eens eerder gezegd dat ik ergens een stuk las? Het hele huidige Rusland is de wraak van de FSB, niet waar, op Gorbachev. En daar zit wel wat in, denk ik. Ja, maar radicaal afrekenen met Poetin is dus hem helemaal wegjagen uit Oekraïne of ook oprukken richting Moskou? Nou, dat laatste lijkt me niet... Standig. Maar Prigozhin heeft gezien dat het vrij simpel kan. Ik geef toe, als je naar Duitsland kijkt, ja, de hoofdstad van Duitsland in casu Berlijn is langdurig verdeeld geweest in 4 bezettingszones per slotverrekening. Maar goed, je kunt ook zeggen dat het is simpelweg heel lastig gezien ons wensenpakket en onze mogelijkheden om Rusland op een zodanige manier verpletterend te verslaan. We keken nog eenmaal anders aan tegen Nazi-Duitsland dan tegen het huidige Rusland. Of het huidige Rusland veel beter is dan Nazi-Duitsland kun je betwijfelen. Maar het is duidelijk dat het Westen geen zin heeft om, laten we zeggen, de militaire inspanningen te leveren die noodzakelijk waren om Nazi-Duitsland te verslaan. Want dat is natuurlijk nogal wat. Mm. Hè? Mm. Dat zouden we best kunnen. We zouden Rusland best kunnen verslaan. Maar ja, dan zit je ook weer met het feit dat Rusland natuurlijk een nucleaire mogelijkheid is. Ja. Wat vond je van de Amerikanen die al van de plannen van Prigozhin wisten half juni? Nou ja, dat blijkt eigenlijk in voortdurend. Ik moet zeggen dat ik zelf de fout heb gemaakt. Dat ik toen het speelde vorig jaar, dat het of het wel of niet zou gaan gebeuren. Dat de Amerikanen zeiden, ja het gaat gebeuren, dat weten we al lang eigenlijk. En dat ik dacht, ja je kunt mij nog meer vertellen, jullie hebben zo verschrikkelijk gelogen. In het geval van de oorlog in Irak en in Afghanistan, dat ik geloof jullie absoluut niet meer. Maar dat bleek dus in dit geval bleek dat geen verstandige conclusie te zijn. Want het is duidelijk dat ze op heel hoog niveau geïnformeerd zijn over wat zich daar afspeelt en wat de overwegingen zijn.
Dat zal het misschien ook inspireren aan de Amerikaanse kant. Tot misschien suggesties aan Zelensky. Hoe we hieruit moeten komen. En dat ziet voorlopig nog niemand natuurlijk. Nou ja, we hebben in Litouwen binnenkort een grote conferentie van de NATO. Zelensky wil natuurlijk dolgraag lid worden van de NATO. Maar het is duidelijk dat een aantal belangrijke NATO-landen daar toch niet zo heel veel voor voelen. Nee. Het zou ook een strijd zijn met de condities van het NATO-verdrag. Want landen in oorlog kunnen geen lid worden van de NATO. Maar goed, daar kun je altijd overheen stappen natuurlijk. Maar ik zie Oekraïne op hele korte termijn geen lid van de NATO worden. Al zou het misschien zo gek niet zijn. Dat was een beetje wat we ten aanzien van Kissinger hebben besproken. Hè? Kissinger zei, maak ze nou lid van de NATO. Want dat is ten eerste afschrikwekkend natuurlijk. Het geeft ze zekerheden. En tegelijkertijd kunnen we de Oekraïne ook controleren. Dat was natuurlijk het stapje wat hij maakte. Waar je vaak nog niet aan gedacht had. Hè? Maar dat inderdaad best interessant is natuurlijk. Maar ik zou niet weten, je moet het al hele steen. Kijk, je moet aan de Oekraïne, als je gaat praten, laten we dat even aannemen, zulke overtuigende garanties bieden dat ze bereid zijn om te stoppen. Wat voor garanties zijn dat? Die liggen toch op het niveau van artikel 5 van de NATO, dat een oorlog tegen één is een oorlog tegen allen. Dus ja, het is een heel raar dilemma. Kun je ze dan niet beter meteen lid van de NATO maken als je ze tenslotte toch garanties zou moeten bieden die minstens even stevig zijn als NATO-garanties? Hmm. En je stapt de Amerikanen ook wel dat ze dat niet naar buiten hebben gebracht, die informatie? Omdat ze dan... Ik begreep die argumenten wel, dat de Russen dan zouden zeggen, jullie hebben het zelf georganiseerd. Ja, dat zeggen meegedaan. Ze toch. Dus ja. Ja. Ja, god, je weet dat het is een regime wat van liegen zijn beroep gemaakt heeft. Dus dat is ook zoiets wonderlijks. Dat je ook, hoeveel politici niet wegkomen met lange carrières van onbegrijpelijke, volstrekt onwaarschijnlijke leugens. Trump, Poetin, het is liegen, ze liegen dat het gedrukt staat. Rutte ook? Wat? Rutte ook? Nou, ik denk dat Rutte in zijn eigen kletspraat gelooft. In de zin dat we het nog eens gaan bekijken. Nog eens van de andere kant moeten bestuderen. Dat er nog even over nagedacht moet worden. Nou ja, je zou toch denken, het overleg met de landbouwsector klapt uit elkaar. Daar hebben we het over gehad. En dan hebben ze toch wel ondertussen wel een beetje nagedacht over wat er sowieso zou moeten gebeuren en hoe dat zou moeten. Nee, dat hebben ze niet. In september. Daar gaan ze nu de maanden juli en augustus gaan ze daaraan besteden. En in september zal het ook wel eind september worden. Dus dan zijn we weer een kwartaal verder. En zo, nietwaar, ja, al rommelend en schuivend. En zo blijf je wel zitten nooit als kabinet. Nooit iets op tijd doen. Alles is te laat. Alles duurt altijd nog weer één of meerdere jaren langer. Ja, zo, ja, je kunt dat ook, ik zou zeggen, tas toe. Ja. Hè? Neem besluiten. Hè? Wat mij betreft, over 4 weken, natuurlijk moeten ze ergens een soort plan hebben liggen hoe we dit aan gaan pakken. Doe dat. Voer het uit. Bluf de tegenstander af. Hè? Je hebt gezien op dat Malieveld, er was geen hond gekomen. Het was triest, het was vermakelijk. Om aan te zien en triest voor de boeren, waar kennelijk de energie ook een beetje weggesluist is. Wel de CDA's die geïntimideerd waren. Hè? Mag ik erop wijzen hoe juist mijn voorspellingen over het CDA zijn gebleken te zijn. Hè? Opnieuw onderhandelen, gaan weg, joh. Ze zijn blij dat ze nog bestaan. Alles is natuurlijk in feite uit handen gevallen. Dus daarom zou ik zeggen, laat dat kabinet nou eens iets doen. Hè? Kom over 4 weken met een plan, op hoofdlijnen. Begin gewoon met de uitvoering. Eind september. Hè? Joh, en dan wordt het kerstmis en dan hebben we weer reces. En nou ja, voordat je pap gezegd hebt, zijn we weer een jaar verder. En dan zijn we dan al naar weer nieuwe verkiezingen toe? Of is Europa, dat het jaar daarna, hè? Europese verkiezingen. Ja, die hebben we sowieso, ja. Ja, maar goed, daar is de opkomst zo laag dat daar kun je heel weinig uit afleiden. En nog even over Poetin. Hij gaat die privélegers, wil die allemaal onder het ministerie van Defensie schuiven, hè? Het is wel te begrijpen dat hij dat wil. Ja, dat begrijp ik best dat hij dat wil. Omdat je achteraf zegt, het is niet zo verstandig geweest om al die privélegers het
tot de mogelijkheid te laten horen. Nee. Behoren. Tegelijkertijd krijg je natuurlijk binnen het ministerie van Defensie dan allerlei belangengroepen die elkaar ook weer de tent uit zullen vechten. Hè, denk aan de klassieke oorlog in de Verenigde Staten tussen marine, luchtmacht en het reguliere leger. Daar is vaak over gezegd dat dat heel wat erger was dan de hele Koude Oorlog. Hoe kwam dat? Nou ja, omdat ze zeggen het gevecht om de centen. Wie kreeg de meeste centen? Marine, luchtmacht of het leger. En hoe is dat afgelopen? Nou, ik geloof dat meestal de luchtmacht de meeste centen kreeg. Want die dingen die de luchtmacht nodig beweerde te hebben, die zijn wel ontzettend duur natuurlijk. Er komt nu weer een hele nieuwe generatie van die steltbommenwerpers aan. Die dingen die kosten, nou ja, kosten meer dan ons hele landbouwakkoord bij elkaar, zou ik maar zeggen. En Lukashenko, wat vind je nog van zijn rol in dit geheel? Ja, iedereen was natuurlijk enigszins verbaasd dat deze evident incompetente kletsmajoor, deze goedkope derde rangs dictator, dat die hier een rol in had gespeeld. Ja, ik weet ook niet precies. Ik neem aan dat natuurlijk toch gecoördineerd is door Poetin. Poetin zal hebben gezegd, ik wil niet met Prigozhin spreken. Die had hier, beweerde de kranten, ook al maanden niet gesproken. Zoiets zal het geweest zijn. Want ik heb geen zin om direct met die zak te onderhandelen. Zo. Ik weet niet. Mijn voorwaarden zijn A, B, C en D. Ja, Prigozhin heeft in die zin zijn zin gekregen dat de aanklachten die zijn ingetrokken. En zijn troepen zullen in principe niet bestraft worden. Dus hij heeft het voor hemzelf, heeft Prigozhin het goed? Want hij had natuurlijk ook opgepakt kunnen worden. Nou, om in Wit-Rusland te zitten, dat is, lijkt me ook vrij deprimerend. Nou, dat je eerst natuurlijk toch een soort van maggertje bent geweest op een veel groter toneel. Hmm. Ja, Rusland, Wit-Rusland is natuurlijk ja een soort georganiseerde vergissing. Ja. Als je meer wilt weten over de oorlog in Oekraïne, check dan de show notes, de beschrijving onder deze podcast. Want daar veel meer linkjes naar relevante audioboeken. En ook naar de Telegram groep, waar veel luisteraars van deze podcast zeer betrokken zijn bij het onderwerp. En ook doorpraten en links delen naar hele relevante artikelen, opiniestukken en ook hun eigen mening en visie verkondigen. Link naar die Telegram groep, die vind je in de show notes. En vergeet de podcast niet te volgen, want dan krijg je de volgende aflevering vanzelf in je feed te zien. Ja, mag ik erop wijzen hoe juist mijn voorspellingen over het CDA zijn gebleken te zijn? 89, het wonderjaar 89. Wat betekent de muiterij van Prigozhin voor de macht van Poetin? Waarop in feite vrijwel overal in Oost-Europa spontaan opstandjes uitbreken. Maarten plaatst de opstand door het Wagner-huurlingenleger in historisch perspectief. En bekijkt de Russische agressie door de jaren heen. Dat dit al die oude regimes opgeruimd worden en dat Oost-Europa kan gaan proeven van de vrijheid. Je hoort het allemaal in een nieuw luisterboek. Het staat voor je klaar via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.